Yes. Hey Dinant, hoe is het met jou? Ja, goed, met jou? Wat doe jij hier? Wat doe ik hier? Ik ben er weer. Ik ben weer terug. Het Even voor de verloren schaap. luisteraars. Even voor de luisteraars. We doen even dit hele stuk opnieuw. Ja. Je kunt ook gewoon Want. knippen vanaf dat ene punt. Nee, dat is te veel moeite. Ik wil wel gewoon dat de Oh. luisteraars gewoon de goede experience hebben. En dus alles horen van ons, zeg maar. En niet de Kwaliteit. helft. Ja. Maar goed, we gaan beginnen, ja? We Ja, gaan beginnen. ik begon even te twijfelen of Daniel weer meedeed. Ja. Hacker. Nee, daar gaan we. Welkom in Procast, de Wie is de Mol podcast van Tim Uitroepteken. Ik bespreek elke aflevering samen met een paar gasten. En in deze aflevering zijn dat Arjan van Moljagers, Hallo. Giovanni van Giovanni. Oh, moet ik verder gaan? Nee, Giovanni Hoi. zei ik. Hoi. Huh? En tot slot Hoi. hebben we Dinant van VDM, laagstreepje 2024, laagstreepje hints. Hallo. Hoe is het met jullie? Goed. En met jullie? Ja, goed. Prima. Ja, ook goed. Nou, mooi. Hebben we ook weer gehad. Nee, Gelukkig. wat vonden jullie van de aflevering? Hey, sorry voor de luister. Sorry. Sorry voor de luisteraars natuurlijk. Maar we hebben elkaar net al een keer gegroet. En dan wordt het lastig om nog een keer te gaan gegroeten. Dus voor de luisteraars, Tim, met mij gaat het supergoed. En met jullie, even enthousiast. Heel goed, ja. Heel goed. Fantastisch. Mooi. Zo. Mooi, 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 Iedereen mooi. weer blij. Nou, Even ja. Dan ook weer. wat vonden jullie van de aflevering? En dan begin ik met Dinant. Zo. Ik vond hem een beetje langdradig, vooral de tweede opdracht. Ik vond hem ook wel een beetje saaiig. Ik begreep de opdracht ook niet zo goed. Ja, dat eigenlijk. Giovanni, kan je daarin meepraten? Of Vond hem denk minder jij leuk iets? dan de vorige keer in ieder geval. Ja. Een beetje een downgrade. Ik kwam er wel in. Ja. Ja, het was veel chaos. Veel. Maar we hebben wel weer mooie plekken mogen zien. Dat Zeker was waar. misschien het positieve aan de aflevering. Dus ja, ik denk dat. Ja, mooi, mooi. Nou ja, dan hebben we nog één iemand over, dat is Arjan. Ja, wat vond ik ervan als ik het vergelijk met aflevering 1? Iets minder. En vooral omdat opdracht 1 één grote chaos. En in mijn ogen is het nog steeds niet duidelijk hoe nou precies de opdracht in elkaar zat. Er werd heel veel tijd besteed in het uitzenden van dingen die niet echt noodzakelijk waren om te kunnen weten. En de dingen die we moesten weten, ja, daar wordt dan geen aandacht aan besteed. En dat vond ik zelf wel een beetje jammer. En bijvoorbeeld ook plaatjes die ik verwachtte in de uitzending, die worden dan in Moltalk weer laten zien. Dan denk ik ook bij mezelf van dat ook wel in de aflevering gekund. Ja, en dan vergeleken met de aflevering 1 natuurlijk, ja, is dit wel een beetje een, ja, weer een standaard. Hier is de mooie aflevering. Ja. Mijn ogen. Het enige wat ik leuk vond, en ga daarmee door, dat je invloed kan hebben tijdens de opdracht met de andere groep. Die link vind ik echt leuk. Zeker waar. Nou, dan Wat gaan vond we maar jij van gelijk. de aflevering? Ik vond de aflevering ook een beetje een downgrade, zeg maar. Weet je, aflevering 1 begon heel groots en heel heftig en alles. En aflevering 2 was meer gewoon inderdaad een standaard Wie is de Mol aflevering. Wat uiteraard ook gewoon heel prima is hoor. Waren op zich ook wel toffe opdrachten. Twee opdrachten, hè? Twee opdrachten, ja. 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 Want ik die tweede wel echt heel langdradig vond. Ja, ik zat te kijken de aflevering. En in aflevering 1 was het echt alsof het ineens over voorbij was, de hele aflevering. En aflevering 2, toen keek ik op een gegeven moment een keer op de klok. Toen was het pas 9 uur. Toen dacht ik, nog een half uur. Maar goed, we gaan naar opdracht 1. En hoe heette die Opdracht. opdracht, Giovanni? De Olympische Spelen. De Olympische Spelen, ja. En Dinant Ja. kon ons heel goed uitleggen wat ze daar moesten doen. Toch, Dinant? Oh jee. Volgens mij, als je de kandidaten moest verdelen in boven en onder, de drie kandidaten bovenin, die moesten, ja, hoe zeg je dat, van die
ja, van die planken moesten ze schuin of rechtop zetten op bepaalde plaatsen. En die plaatsen kregen ze door dat de kandidaten deden, rondjes gingen rennen en enveloppen doorgaven waar dan codes op stonden. Ja. En wie is hier de mol, Tina? Nou, ik denk wel iemand die beneden was. En waarom? Dan, Rosario en Tooske, die hebben de hele tijd gerend. Ik denk dat die niet zo heel veel hebben kunnen doen als mol zijnde. Nee, nee. Dus die zou jij gelijk afstrepen? Nou, dat niet, maar... Oké. In deze opdracht zouden ze dan niet heel veel gemold hebben. Nee, nee, nee. Kan jij daar, ben jij het daarmee eens, Arjan? Jawel. Ik ben het daar wel mee. Ik denk alleen als mol zijnde wil je toekijken, denk ik, tijdens zo'n opdracht. Want het was verdoemd om mis te gaan, deze opdracht. Dus ik denk dat je als opdracht lekker naar boven kan staan. En dan maakt eigenlijk nog maar twee kandidaten de dag. En dat is Justin en Rian, in mijn hoofd. Mm-hmm. Maar dat is hoe ik kijk, hè. De mening van deze opdracht. Kijk, als mol kan je ook goed meerennen natuurlijk. Maar ja, als ik al naar deze opdracht kijk en zo chaos vond. En dat ik al zoiets had, ik zei al tegen mijn vriendin op de bank. Dit gaat niet goed. Dit gaat nooit goed aflopen. Hier hoeft niks te gebeuren, dit gaat gewoon mis. Ja, dat gaat de mol ook zien, dus die staat daar lekker boven. Deze opdracht was verdoemd om mis te lopen. Ja. In mijn hoofd. Maar... Dus dan zou ik als mol daarboven willen staan. Zou je niet als mol denken, goh, ik ga gewoon lekker rondjes rennen. Ik doe gewoon rustig aan rennen op een gegeven moment. Lekker chill aan. Anna, die is toch een beetje aan het piepen met de portefoon, met de microfoon. Dat gaat niet goed komen. Ja, weet je, die microfoon was niet alleen bij Anna, toch? Ook bij Kees, hè? Dat hij het even nog niet deed. Wie weet heeft de mol dat weer van afstand gedaan of zo. Je weet het niet, weet je wel. Kan. Oh, zo. Of dat hij die sabbateerde. Ja, iets dan te gebeurt. Of dat het gewoon een molactie van Anna is. Of de lompheid van Anna. En Kees komt daarachter en die zet de microfoon wel aan. Want de microfoon is volgens mij ook wel weer aangegaan bij Kees. Mm-hmm. Dus okay. Kees heeft dat gespot. Dus ik denk ook een beetje dat Anna dat speelt, hoor. Wordt zo in beeld gebracht dat ik denk van, wow. Ja. Ja. Maar ja, Jurre, dus niet vergeten, Jurre deed ook alles in beeld. Dus ja, ja, dan, ja, ja, onthouden, ja. Zo, ik denk. Dus het zou heel makkelijk ook maar alsnog later gewoon Anna wel kunnen zijn. Later gaf Anna wel duidelijker de codes door. Ja. Ja, die gewoon... Maar Fons deed dat ook wel. Maar Anna deed het op een gegeven moment aan het einde heel snel. Te snel. Ja. Ja, aan het einde was het wel echt te snel. Hè? Ja. Wat ik nog een opvallend shot... Sorry hoor. Wat ik nog een opvallend shot vond voor afgaande van die opdracht. Dat je het woordje de mol zag staan natuurlijk. Heel snel ga je dan ook denken, misschien staat de mol tussen die drie. Maar het eerste shot wat je ziet is dat Justin... voor de I staat. En dan kan je het lezen als I am the mol. Ja. Ja, dus dat vind ik wel een hele leuke, cryptische, typische wie is de mol hint. Die wijst naar Justin als mol. Maar dan kijk je weer verder in de opdracht. En dan zie je wel meer personen met het bordje I staan. Met het woordje mol nog. Mm-hmm. Dus ja, dat ontkracht een beetje die hint. Maar als we dan uitgaan van het eerste shot. Ja, dan kan je Justin wel daar zien van, oké, een hint. Nou ja, je had het kunnen lezen. Ja, maar... Dat vond ik zelf een heel bedacht shot. Ja. In deze opdracht zien we Rosario heel weinig. Jeroen zien we ook niet veel. Jeroen zien we... Ja, rennen. Voor de rest niet echt, toch? Jeroen? Ja. Nee. Maar ja, goed. De aflevering is trots. Oh ja, Tooske natuurlijk ook. Nou denk ik niet dat Tooske de mol is, maar... Ik hoop het gewoon. Ook vond ik het nog wel even bedacht om te noemen dat Fons, hè, die werd iedereen bedacht op Fons, dat de briefjes op de grond, hij maakte er een grote chaos van. Maar ik blijf het bedacht te vinden waar Kees zijn positie is, hoor. Kees kwam het tweede veld op, Anna die floot natuurlijk met die microfoon,
Dan in één keer de briefjes bij Fons gaat fout. En Kees zit daartussenin. Ja, dat vind ik, maakt in mijn ogen Kees wel verdachter in deze opdracht. Ja, ja. Maar ideale wat positie jullie... om dat allebei te... Ja. Zeg maar. Maar wat vonden jullie dan van... Wie heeft er besloten dat Justin het vuur mocht aan gaan steken? Wie hebben dat besloten? Want dat zien we niet. Nee. Nee, weet je, ik denk dat dat eerder komt, hè. Doordat Justin zo overhit was. En dat de groep zoiets heeft gehad. Hey, pak jij maar even de room. Ga jij maar naar boven. Ja. Hij was natuurlijk wel heel fanatiek in die opdracht. Wel. Ja. Hij stuitte de bekant alle kanten op. Ja. Hoe Lavetti het geloof ik zei, hij noemde hem een hooligan. Ja, 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 ja. Zo, nou, dat zeg maar genoeg hoe hij die zich heeft leuke benaming. Na de opdracht werd hij ook echt best wel boos op de rest ook. Echt best wel boos ook. Echt pissig. Ja, zeker weten. Ja, terwijl hij zelf deed het niet echt heel goed of zo. Ja, en dat zou je ook kunnen doen, misschien als mol. Ja, maar ik vind juist een anti-mol-actie. Want je baalt erg. Je baalt zo erg dat die opdracht gewoon niet is gelukt. Je wil gewoon die mol hebben. En ervoor zorgen dat die mol gewoon niks kan. En dat hebben ze natuurlijk ook al die aflevering daarvoor laten zien. En nu baalt Justin gewoon heel erg dat ze de mol niet nog een keer te slim af zijn geweest. Weet je wel? In de wetenschap. In de wetenschap dat die niks zelf ook uitvoert. Dan kan je wel balen omdat jij zo slechte nummers doorkrijgt. Maar dan moet je zelf wel wat proberen te doen, ja. Maar dat heeft hij ook niet staan doen. Hè? Kijk, en dat onderbouwt wel weer dat hij het gewoon kan doen als een mol. Hè? En dan lijkt het kandidaat omdat jij nu zo denkt. Dan moet je dat omdraaien. Omdraaien de psychologie. Maar het hoeft niet zo te zijn. Nee, het enige wat mijn gevoel zegt is dat Justin gewoon, hij is kandidaat. Hij zou dit niet zo kunnen spelen. Hij laat zich gewoon gaan. Ja, ik denk dat het ook zijn typetje is, wel. En Rian, daarentegen, die gaat daarin mee. En dat vind ik een interessante informatie. Want die weet, Justin is gaat zo een keer. Daar kan ik mooi achter verschuilen. En dan doe ik dat ook nog even mee. En dat maakt in mij ook Rian dan weer verdacht. Ja. Maar ja, het kan ook omgedraaid zijn. Maar in mijn ogen zag ik eerst Justin flippen en Rian ging daarin mee. Hé, hey, maar Gio, vertel jij eens wat jij daarvan vindt. Ik vond het een grote chaos allemaal. Iedereen. Ja. Kees die heel goed. Rian die ineens weer een foute code opnoemt. In plaats van de juiste... Ons die allemaal door elkaar heen gaat. Justin die dan weer... Dat was echt gewoon heel verhuis. Er zat geen volgorde in of zo. Dat was echt... Ja, het ging allemaal maar door elkaar. Mm-hmm. Ja. Iedereen was verdacht. Iedereen was ook verdacht. Zeker waar, zeker. In mij ook. Ja. Wat kwam er naar opdracht 1? Weten we dat nog? Ja, weet je, even iets anders. Want ik hoor mensen denken, we zijn snel naar opdracht 1 gegaan. Aflevering titel, mensen. Die ben je vergeten. Ik ben iemand vergeten? Nee, de afleveringstitel ben je vergeten. Oh. Dus anders hoor je de luisteraars denken, jullie zijn de afleveringstitel vergeten. Jullie zijn de afleveringstitel vergeten. De titel was afgelopen. En een vraagteken. Met een vraagteken. Dus dit is het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en we zien jullie de volgende keer. Laters. Houdoe. Joepioe. Nee, natuurlijk niet. Nou, jij kan maar waar is het naar te leiden, Arjan? Ja, wat ik de mooiste vond tot nu toe, en die hoorde ik echt enkele secondes geleden, dat is van Sam WMBM TV. En die kwam ermee dat Rian van de trap af kon gelopen.
En dat doet ze is dat ze de test gaat invullen. Is het afgelopen met een vraagteken of blijft ze gewoon altijd in het spel en is dit gewoon een dikke verwijzing naar haar als mol? Ik vind hem geniaal. Ja. Maar ja, heerlijk voor in mijn tunneltje natuurlijk. En dan verklap ik misschien al een beetje wie mijn rol is. Maar ja, ik zit wel een beetje lekker met zo'n in. Maar nu hoor ik de kijkers vragen, zit Arjan nu alweer in de tunnel? Nou, één oog open nog. Maar daar kom ik later op terug. Maar daar komen we inderdaad later op terug. Nee, ja. Maar waar kan het nog meer op slaan? Het kan namelijk ook nog slaan op de podcast die steeds afgelopen is, met een vraagteken, doordat de kandidaten uit het zitgroepje gaan opstaan. Dus de kandidaten uit het zitgroepje gaan opstaan, vervolgens stopt de podcast, afgelopen, vraagteken, andere kandidaten snappen er niks van, dan gaan ze weer zitten en gaat de podcast weer verder. Hij is dus toch niet afgelopen. Ja. Ja, vind ik ook goeie. Rian op bed, afgelopen, vraagteken. Nee, grapje. Ja. Ja, maar nu we het daar toch over hebben, over die opdracht, kunnen we nu wel doorgaan naar opdracht 2. Vind je niet, Arjan? Nee, nog eentje. De fakkeldrager. Oh. Vergeten we. Justin. Oh, ja, ja. Hij ja. maakt natuurlijk een einde aan opdracht 1 met zijn fakkel. Ja. Dus die kan ook nog na afgelopen vraagteken zijn. Ja. Ja. Maar die van Justin is niet waar. Het zou kunnen. Nee, maar opdracht 2. Uitzitten. Zo. Zou de mol dan ook in het groepje zitten van het groepje waar ze moeten zitten? Ik denk het wel. Ja. Ja. Alhoewel aan het dat niet echt per se geld verdienen of eruit spelen. Maar wil je als mol niet gewoon die toffe bergbeklimming maken? Ja, ik vond het inderdaad wel heel raar dat Kees niet in dat groepje wilde. Ja, daarover. Zeg maar, nee, ik denk... Ja. In één zin onderbouw ik gewoon alles. En alle luisteraars zijn het dadelijk gewoon mee eens. Dat ik, zei net, de mol blijft op de grond en de mol gaat niet in de lucht. We weten toch allemaal dat het mol het liefst op de grond is. Dus het is gewoon simpel. De mol blijft op de grond. Maar een andere betere uitleg. Dit is toch heerlijk aflevering 10 materiaal. Als je daar op de berg hangt. Of dat je nou lekker ligt op die bank. Of dat je spelletje aan het doen bent. Dan zie ik eerder aflevering 10. Dat de mol inderdaad anders doet. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Het zou natuurlijk heerlijk beeldmateriaal zijn. Als de mol een massage krijgt. En lekker op bed gaat liggen. Ja. En dat andere mensen hard aan het strijden zijn, terwijl er niks wordt verdiend. Of nou ja, heel weinig. Heel weinig. Precies. Maar Giovanni wilde ook wat zeggen, hoorde ik. Ja, nee. Maar ik denk dat de mol beter die berg op kan gaan. Want daar speel je voor geld, hè? Mm-hmm. Daar kan je gewoon zelf foute antwoorden invullen op je tablet. Niemand weet hoeveel je fout hebt ingevuld. Of... Ja, wie fout heeft gemaakt, dat weet je allemaal niet. Ik denk dat dat veel beter is voor de mol dan op de grond. Rosario deed dat toch? Verkeerde antwoorden in. Ja, daarover Rosario. Is een goede theorie. Jip zegt namelijk na de opdracht in haar biecht dat Rosario heeft gezegd dat hij 3 vragen goed heeft beantwoord. Maar hij heeft 3 vragen helemaal niet beantwoord. Volgens mij. Want eentje heeft hij er naar Jip gestuurd. Ja. Nee. Die andere wist hij niet. Ja, volgens mij was dat het. Maar waarom zouden ze dit als makers aan ons laten zien? En andere informatie waar we op zitten te springen krijgen we niet. Ja, geen idee. Dat is ook wel weer iets natuurlijk. Wat ik trouwens ook wel raar vond, was dat Anna niet natuur en wetenschap had. Als helmcategorie. Want Rosario die had kunst en literatuur. Pons had sport en vrije tijd. Anna had geschiedenis. En Justin had natuur en wetenschap. Mm-hmm. Terwijl je juist zou zeggen dat Anna
veel beter natuur en wetenschap zou kunnen doen. Ja. Alhoewel alles wordt gezegd, dus ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt, maar... Nee, zeker waar. Zeker daarentegen heeft volgens mij Anna weer het beste gedaan. Mm-hmm. Ja. Anna heeft die opdracht best wel goed gedaan. Mm-hmm. Ja. Dus dat maakt het dan wel weer minder verdacht. Zij is denk ik ook gewoon zo slim. Ja. Gelijk zoeken naar die ketting in aflevering 1. Nu gelijk die opdracht weer begrijpen. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat zij wel zo slim is gewoon. Zij gaat ook gewoon de finale halen. Ja. Pinterdamme. Dat kan heel ver komen, ja. Want Giovanni moet denk ik zo gaan, nog niet? Ja, wel bijna, maar kan nog heel eventjes. Oké. Okay. Gelukkig, want dan is Giovanni nog bij het stukje. Die heeft hij vast niet gemist. Jij ook, Tim. Dinan denk ik ook. Ik had hem ook echt gemist. Maar ik kwam bijna de televisie uitzetten. Of afstandsbediening gooien. Maar die badweent. Ik kreeg toch een lichte verbijstering. Dat Jurre weer in mijn hoofd kwam. En een gans. Ja. Dus ik denk, nee hè. Maar de grap is leuk. Van de maat. Ja, de grap is leuk. Maar, vertel Gio. Ja, voordat ik wist dat Jip was afgevallen, had ik gewoon dingen al opgeschreven over Jip bij de tweede opdracht. Ja. Ik vind het een beetje raar dat ze wel kon klimmen met haar buik, terwijl ze buikpijn had, toch? En niet kon rennen. Ja, ik vond dat wel verdacht. En toen kreeg ze rood. Ja, jammer. Jip is niet de mol, Gio. Nee, moeten we maar gaan geloven. Ja. Helaas wel. Dat was heel jammer met zijn puntjes, hè Tim? Ja, heel jammer. Nee, maar... die badeend zou nog een potentiële hint kunnen zijn... naar Jurre, de mol. Maar dat de mol dus in dat groepje zit. Want het badeendje wees vorig seizoen naar de mol. Dus misschien dit seizoen wijst het badeendje ook naar de mol... dat de mol in dat opdracht, in die opdrachtgroepje zit. Ik denk niet dat ze zo hints gaan doen van dingen die terugkwamen uit oude seizoenen. Alhoewel, er kwamen wel kandidaten van dat seizoen, maar ja. Terwijl Daniel en Annie kwamen in de podcast, toch? Ja. Ben en Ellie Lust. Vorig jaar met die opdracht weg dat die bad eend getild moest worden. Mm-hmm. Daar zaten zij toen samen, dus misschien, ja... dat dat iets met een badeend te maken heeft. Maar... voor de rest... Maar dan kan maar één iemand de mol zijn. Jeroen zat op de badeend. Zo. Hij sprong er bovenop. Ja. Ja, en Jeroen was ook degene die als eerste zei... kom jongens, we gaan wat drinken halen bij de bar. Waardoor ze dus moesten opstaan. Ja. Maar ik ben heel eerlijk, hè. Dit is het laatste wat ik over die badeend zeg. En verder rest wil ik er heel niks meer over horen. Het laatste in de eeuwigheid, Arjan? Nee. Oh. Maar als het een hint is, lag ik wel dood. Jeroen sprong op de badeend. Het zou leuk zijn als Jeroen straks de mol blijkt. Van de groepsindeling ook. Dat Kees bij de luilakken zat. En niet bij de avonturiers. Ja. Volgens mij de vier ouderen. De vier oudsten. Die zaten te niksen. En de vijf jongsten die mochten de berg in. Maar daarover gesproken. Daar was een theorie over. Als ze de teams gaan maken, zeg maar, dan is Kees gelijk, die doet heel snel zijn hand omhoog en die is helemaal aan het zwaaien van ik wil bij het zitgroepje. En ook nog iets opvallends over Rian. Rian die is heel rustig aan het nadenken, die denkt, oh shit, wat moest ik nou ook alweer kiezen? Wat heeft de productie mij ook alweer verteld als mol zijnde? Welk groepje moest ik ook alweer kiezen? Waarom zijn ze zo fanatiek? Ik moet in dat zitgroepje terechtkomen. Anders is deze hele opdracht weer naar de Filistijnen. Dus die zat zo en die doet zo. Heel klein beetje, zeg maar zo. Ja. En ze gebruikt daarbij... als mol zitten dan. En ze gebruikt daarbij dat ze last van haar voeten heeft en niet heel goed kan rennen en zo. Of was het bij de Olympische Spelen? Dat was bij de Olympische Spelen. Ik vond Rian
in de opdracht gesloten waar wel kandidaat overkomen. Want ik denk dat ze op zoek was naar troeven in die massagekamer. Want ze tilde maar die kut op. Mm-hmm. Dat is heel opvallend aan het opletten. Ja, ik vind dat best wel kandidaat eigenlijk. Ja. Ja, maar het shot dat ze ineens op gaat staan en uit het raam kijken, vind ik wel weer heel verdacht. Nou, dat vind ik wel meevallen. Ja, het zit ook vol in de montage, dat weet ik ook wel. Maar wat hoopt ze te zien? Ja. Omgedraaide psychologie. Ja. Wij denken dat het heel ook komt als kandidaat. En ze doet het als mol. Dat kan ook, hè. Ja, dat zou kunnen. Maar hij is toneelspeler, hè? Mm-hmm. Ja. Maar wat ik hier trouwens het opvallendste vond, hè? Die handlezer. Die voorspelt natuurlijk de toekomst. Ja. En ja, waar begon het mee? Mm-hmm. Do you want to know the future? En die leest de hand van Rian en zegt daar eigenlijk wel een zin die heel toepasselijk is voor een mol, hè? Je bent lief en je zou nooit iemand wat aandoen. Je bent wat liever voor jezelf. Ja. En je blijft er lang in, of zoiets, zei ze. Klopt, ja. Je hebt een lang leven. Je hebt een lang leven. Ja, de mol heeft een lang leven. Ja. En sluit precies daarbij aan. En leest de toekomst van Rian. Ja. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie. En maar wat is ik dan weer aan vond, was dat bij Tooske was alles fout. Zou dat dan bij Rian ook zo zijn? Van, je bent lief, dat klopt dan niet, want de mol... Die wil juist anderen bedriegen. Ja, en dat soort dingen, ja. Dat die dingen die ze tegen Rian hebben gezegd ook niet waar zijn. Dat je het moet omdraaien. Ja, je bent stout en zou altijd iemand wat kwaad aandoen. En je hebt geen lang leven. En niet zo voor jezelf. Nee, luister. Je bent lief. Je bent stout. En zou nooit iemand wat kwaad doen. Je zou dus iemand wat kwaad doen. Ben wat liever voor jezelf. Ben niet wat liever voor jezelf. Ja. Dat zou ook mols zijn. Dus hoe je het ook bekijkt, zijn allebei mols. Dat geld eruit spelen. Ja. Dus dan krijg je een beetje de eigenschappen van een mol. Precies. Ja, ja. Zo zou ik het ook. Ja. En omdat het... Je leest de toekomst. In je hand. Ja. Hoe je het bent verkeerd. En... Dan slaat dat eer aan op Do You Want to Know the Future. Mm. Kan een hele leuke in zijn naar de mol. Ja, ja, het is een wat ik dan bedacht vind is dat bij Tooske, ja, eigenlijk is het onzin wat ze voorleest. Ja, en Tooske wil er zo snel mogelijk doorheen. Die zegt de hele tijd nee. Klopt. Ja. Wat ik daar trouwens wel verdacht aan vind. Ze zitten natuurlijk ook bij de waarzegster, toch? Ja, telt dat dan mee? Tooske die zegt de hele tijd, die zegt heel snel nee. Om maar zo snel mogelijk er doorheen te komen, waardoor ze weer op kan staan of zo. Want dat zou op zich ook nog wel verdacht kunnen zijn. Maar werd de podcast alleen als je ging zitten op de startplek? Of was dat als je overal ging zitten op een stoel? Ik denk overal. En moest iedereen tegelijkertijd zitten? Of moesten bijvoorbeeld 1 of 2 of 3 mensen zitten? Dat vond ik ook nog... Ik denk maar 1. Maar 1. Oké. Okay. Want hij reageerde ook gelijk als 1 iemand opstond. Ja. Volgens mij ook als 1 iemand ging zitten, reageerde hij ook gelijk. Okay. Ja, zoiets. Dat het weer doorging. Dus ik verwacht als 1 iemand blijft zitten en andere teams gaan een spelletje doen, dat het eigenlijk gewoon goed was geweest. Ze hadden de rest wel kunnen blijven lopen, maar daar hadden we gewoon moeten blijven zitten. Ja. Denk ik, hoor. Denk ik. Maar dan zou Rian gedacht kunnen hebben van, goh, in die kamer, weet je wel, bij die massage. Tooske staat nu al. Stel Jeroen en Kees staan nu ook. Dan is het heel slim om zelf nu ook te gaan staan. Want dan gaat de podcast weer geïnterrupt worden, zeg maar. Ja. Ja, maar Tooske was wel... Ja. Een van de eerste die weer opofferde om te gaan zitten. In plaats van... Ja. Staan wachten. Ja, maar... En dat was in het begin, hè? Dat heel makkelijk in mee ook. Ja, ja, maar... Tooske zou ook gewoon bedacht hebben bij zichzelf... Oké, Jeroen die heeft gezegd... Goh, laten we gaan staan. Dan kan ik er makkelijk even ingooien. Misschien moeten we even blijven zitten. Misschien gaat er zo meteen nog iets gebeuren. Dan later...
wil ze juist zoveel mogelijk staan in de opdracht. En dan aan het einde van de opdracht gaat ze ineens helemaal... Oh, handen door het haar. Oh, Rick, wat is dit nou? Wat vertel je ons nou? Nou, Rick had het nog verteld en toen zat ze al zo overdreven. Daarom. Ja. Daarom. Dus daar zit ook iets niet helemaal goed, volgens mij. Het verdachtste in deze opdracht vond ik Jeroen nog. Die eigenlijk daar een Jan-momentje gooide. Door een signaal te geven en op die kaart te lezen dat ze naar de wachten moesten. Ze stonden gelijk op natuurlijk met z'n allen. Vanaf dat moment is ook het signaal gegeven dat de kandidaten moeten gaan zoeken naar een opdracht natuurlijk. Ja, en daar stuurde Jeroen natuurlijk wel op aan. Ja. Kijk, want als Jeroen dat niet gedaan, hoe lang was het geduurd voordat de kandidaten door hadden dat ze die opdrachten moeten gaan spelen? Ja. Dat vraag ik me dan af. Dus ik vind daar in Jeroen wel een schakel. Ja. Ja, maar ik denk zelf, als je daar 2 uur lang zit, dat je, ja, je gaat echt wel wat doen en kijken wat er allemaal is. Want het is natuurlijk best wel vaag als iemand zegt, ga maar zitten. Ja, je gaat natuurlijk in 2 uur ga je wel een paar keer opstaan. Dat zou, denk ik, zouden we allemaal wel doen. Toch? Dus in jouw geval denk jij dat de mol gewoon afwacht totdat Jeroen dit had gezegd en gaat daarin mee en stuurt dan naar de rand aan om meer spelletjes te doen en om te blijven gaan staan? Of, dat denk ik wel. De mol is zo slim, let op Rosario, die weet al van, goh, daar gaat sowieso gelopen worden daar. Dus ik ga in het andere groepje, zodat ik daar ook nog dingen kan saboteren. Voor het geval dat. Ja. Daarover gesproken, Fons heeft daar een hele goede anti-mol-actie gedaan. Want die vertrouwde Jip eerst niet. Jip was heel erg gretig van, ik wil de witte helm. En Fons zei in de biecht van, goh, dan geven we maar even de witte helm aan Jip om haar te testen. Goede anti-mol-actie van Fons, vind ik dat. Ja. Nou kan je dus uiteindelijk als mol zijnde, Rosario dus, naar het einde gaan, daar de foute antwoorden allemaal intikken. Na afloop gewoon even tegen Jip zeggen met de witte helm. Goh, ik heb 3 goed en 1 fout, die had jij moeten beantwoorden. Ik heb niks gedaan. En uiteindelijk hoor je het alleen maar via Jip terug in de montage. En Rosario zie je eigenlijk niet echt in beeld. Ja. En toen was het stil, ja. Vogelgeluidjes. Ja, maar wat... Nee, maar iets anders, hè. Ook met Kees, hè, tijdens deze opdracht. Die vergeet je ook weer even snel. Maar deze opdracht vond ik ook een beetje gemaakt voor Kees. Dat hij in dat groepje zat. Want Kees is natuurlijk iemand... Ja, die gaat zoeken. Die is nieuwsgierig. Die wil alles weten. En ik denk, ook als we terug gaan kijken... Ik denk dat Kees wel het meeste heeft gevraagd... weet je al meer? Weet je al wat? Weet je dit? Mm-hmm. Wat moeten we nou doen? Dat. Elke keer nieuwsgierig en elke keer aan pushen. Ja, het kan zijn omdat hij de mol is. Maar ik denk ook wel, ja, de mol wil je, als je in dat groepje zit, Kees mee hebben. Ja. Want sowieso, Kees gaat op onderzoek uit. Ja, dat wil je mee hebben. Dat zag je ook gebeuren. Ja. Mm-hmm. Wat ik ook wel vond, ja, doet hij dat? Ook al in de opdracht hiervoor trouwens, dat Justin echt heel veel aan het biechten was. En natuurlijk ook weer met die €250, maar dat komt straks nog wel. Maar Anna ook. Ja. En Jip ook. Ja. Maar Jip weten we natuurlijk. Jip, ook een stukje dat zij biechten, toen dacht ik ook, ja, maar dat is niet net zoals bij de anderen zo opgenomen. Het geluid was echt heel anders. Ik weet niet wat daar is gebeurd, maar misschien achteraf nog opgenomen. Ja, zou misschien een audiofoutje kunnen zijn. Ja, ik denk het. Ik vind dat wel heel knap. Dan moet ik ook de makers meegeven. Hoe ze het geluid opnemen tijdens bijvoorbeeld zo'n bergbeklimmen opdracht. Hoe neem je dat geluid zo goed op? Zodat het alsnog gewoon goed te horen is, weet je wel? Want dat gaat niet met zendertjes. Dat gaat gewoon met allemaal richtmicrofoons. En dat is best bizar om daar wind en alles uit te filteren. Dus ik vind dat wel een knap staaltje werk. Om maar zo te zeggen. En waarschijnlijk is alles gefilmd met GoPro's en drones. Maar geluid, ja. Maar goed, ik dwaalde weer af van de hints en theorieën. Maar ja, dat mag altijd ook wel eens een keer gezegd worden, toch? Ja. Altijd, nou zeg.
Wat hebben we nog meer voor iets verdachts gezien in die opdracht? Ja, Rosario hebben we al genoemd, hè, dat hij 3 keer loog. Mm-hmm. We hebben het over gehad. Ja, dat vond ik ook opvallend in het stuk, waarom hij dat zou doen. Maar ja, als de maker zou, stel hij is de mol, waarom zo duidelijk in beeld? Graag ja. Er waren overal een paar mensen die wisten het antwoord niet zeker, maar die paasden naar Jip door. Maar als Jip hem een fout had, dan gingen sowieso 250 uit de pot. Dat is natuurlijk, ja, als je het niet weet, dan kun je natuurlijk wel doorpasen en hopen dat Jip het weet. Maar als je... Ah. Oh. Zeg maar. Ja, ga maar. Dat was ook laag. Wat ik wou zeggen is dat wat ik waardeloos vind aan deze opdracht, waarom krijgen wij niet te zien wat hun intypen? Dat laat mij bijna denken dat de mol in dat groepje zou zitten. Of moeten wij denken dat de mol in dat groepje zit? Dat ze de verdenking zo daar naartoe leggen. Dat vind ik een beetje raar. Laat het gewoon zien wat ze typen. Mm-hmm. Ja. Maar is dat omdat we dan denken, de mol zit in dat groepje? Gaan we sneller zo denken? Daarom laten we maar de helft van de antwoorden zien die ze typen. Daarom denk ik dat de mol aan de andere kant zit. Ja. Ja. Of de mol heeft gewoon al zijn vragen, of haar vragen, gewoon allemaal doorgespeeld naar Jip. Gewoon succes, Jip. Maar dat kon niet. Ik heb 3 vragen gekregen of zo. 3 vragen. Ja. En 4, toch? Ja, ben ik zo. Zij ze. Oh, Jip kreeg 4 volgens mij. Of ja. Iemand kreeg toch 4 vragen? Nee, iedereen kreeg 4 vragen. Oké. En degene die ze niet wisten, ging naar Jip. Denk zo, hè, Tim. Denk gewoon zo. Heel simpel. Wil je in aflevering 10 zien dat de mol 3 vragen of 1 vraag goed heeft ingevuld, 2 vragen verkeerd, dan schuift hij hem door. Of dat de mol in aflevering 10 daar heerlijk op zijn rug heeft gelegen. Ja. De hele tijd spelletje 4 op de rij heeft zitten spelen. Dat soort dingen heeft zitten doen. Dan ga ik ervan uit dat aflevering 10 daar de mol zat. Ja, oké. Okay, dat is wel leuk om te zien. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog het moment na de opdracht. Was dat na de opdracht? Ja, toch? Ja. Dat Justin... Ja. Dat Justin 250 euro uit de pot pakt om te kijken, om zijn medekandidaten uit te testen. Hoe gaan die reageren op geld uit de pot? Ja, nou, hij begon al met Tooske. Als je doet, doet dat goed. Die 250 euro, hè? Dat is niks. In een spel. Nee, hij begon inderdaad met Tooske te vertellen. Ja. Maar volgens mij vond Tooske het ook al een beetje raar en vaag. Ja. Ja, zou je dat als mol doen? Ik denk niet. Dan trek je te veel aandacht naar jezelf. Ja, of juist wel. Net zoals bijvoorbeeld Jeroen in het jubileumseizoen. Er was een briefje die was gescheurd. Mm-hmm. Ze dachten, ja, dat kan de mol niet zijn. Want ga niet voor 100 euro dat zoveel aandacht op zich trekken. En het bleek uiteindelijk wel te zijn. Ja, maar ik zou het juist raarder vinden als er ineens 1000 euro uit de pot zou verdwenen. Dan zou ik Justin juist wel verdenken. Snap je? Nou, ja, denk ik. Jawel, want het is zo'n klein bedrag, weet je. Dat is niet heel veel. En waarschijnlijk als Justin kandidaat is, gooit hij het later toch weer bij. Ja. Of hij neemt het mee naar huis, dat kan ook. Ja. Maar stel, er komt een veiling aan, dan is die 250 euro is toch veilig. Ja. Ja, weet je, dit kan je ook anders zien natuurlijk, hè. Dadelijk geeft hij die 250 euro gewoon terug als hij eruit gaat. En zit hij weer terug in de pot en heeft hij het gewoon gedaan om even mols ook te komen. Nou, bij Tooske ook een beetje verdachter te maken, om zichzelf verdacht in de groep te maken, wat ik zelf denk. Maar wat ik mooier vind, is hoe de groep daarop reageert. Ja. Wat zou ik doen als de mol daarbij zit? En dan vind ik de opmerking die Rian maakt, en dan kom ik weer even vanuit mijn tunneltje natuurlijk. Okay. Ik vind het wel zielig. Ik vind het wel zielig. Dus met andere woorden, de mol vindt het zielig dat er maar 250 euro uit de pot is. Waarom heb je geen 1000 euro gepakt dan? Ik vind het maar zielig. Weet je? Ja, dat vind ik een molsopmerking. En Rian maakt dat dan heel zachtjes, helemaal op het laatst als het beeld overgaat. En dan hoor je dat nog heel even. Ik vind het wel zielig dat ze dat even in de groep zeggen. Ja, dat vind ik meer een molactie. Zodat de mol zou doen. Ja, Justin, Tooske,
Just in Toastcape denk ik dat ze allebei kunnen afstrepen door. Ik heb er een dikke streep in mijn ogen gezet. Door dit. Maar volgens mij zei klein kind een beetje dat het best wel laag bedrag was. Als je het doet, doe het dan goed. Ja, dit is Kim Lian van seizoen 1. Met die 250 euro. Ja. Maar hij zei ook dat zijn plan was om gewoon nog even de boel op te schudden voor de test. Ja. Wel slim van hem. Want Tooske die zei in de biecht, mensen gaan dan denken, die vrouw die met hem op de kamer slaapt, die moet in de gaten houden. En stem maar lekker op mij, jongens. Ze moest me een beetje laten denken aan René, toen met Charlotte. Ik heb vragen op jou ingevuld. Heel goed, zei René erop. Ja. Dat is wel erg denken. Goeie. Maar ik denk dat Tooske dit meer zegt als kandidaat. Ja. Ik zie Tooske ook. Zo. Hey, maar stel hè, Tooske is de mol. Dan kreeg je het daar wel even warm onder de voeten hoor. Ja. Want Justin, wat flik jij me nou weer al? Wat flik jij mij nou weer al? Ja. En dan speelt ze zich er wel geniaal onderuit natuurlijk, hoe ze dit nou zo heeft gespeeld hè. Mm-hmm. Dus daarentegen, maar ja, ik weet niet of Tooske zo'n goede actrice is. Dat durf ik niet te zeggen. Wat ik dan wel weer raar vind, Justin, dat is bij de test zo meteen, die zat op Anna, Jip, Tooske en Fons. Als je, stel, je verdenkt Tooske. En je haalt dan geld uit de pot, andere mensen denken dan wellicht, Tooske slaapt op de kamer, dat Justin dus Tooske zal misschien zijn. En je denkt zelfs dat Tooske de mol is, lijkt het me best wel dom. Er gaan er best wel veel mensen weer op Tooske. Ja. Dus dat vind ik best wel raar. Ja, waardoor Tooske natuurlijk weer langer in het spel blijft. En dat is natuurlijk waarom Tooske en Justin dit zo spelen. Ja. Maar over testresultaten gesproken, ik ben een beetje boos op Justin. Justin? Ja. Hoezo? Nou, doordat Justin dat geld uit de pot heeft gehaald, ging Jip in een tunnelvisie op Justin tijdens de test. Ja. Wie? Ja, dat is wel echt. Justin ging op... Nee, ik bedoel, Jip ging op Justin tijdens de test. Oh, ja. Omdat Justin dat geld uit de pot had gehaald. Wel slim natuurlijk. Van Justin dan. Ja, van Justin, ja. Maar ik ben dus boos op Justin. Oh, is hij zijn punten kwijt. Dus Justin, als jij de 24 februari bij Moltalk bent, dan gaan we even spreken samen. Ja. Was je al in? Was je al in? Ik? Ja. 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 Oh. Maar kijk, ik kies gewoon aan het begin van het seizoen, kies ik gewoon één iemand en dan denk ik, nou, ik gooi hier gewoon al mijn punten op. Ik zie wel waar die persoon eindigt. Natuurlijk zat ik ook wel in een deel van een Jip-tunnel, maar weet je. Aflevering 1, hè? Tunnel. Ja. Oh ja, ik mag niet lachen. Ja, ik mag niet lachen. Oké, maar dan gaan we nu eventjes. Bij de test is er niet heel veel opvallends. Kunnen we nog niet. Alleen de zon viel me wel op. Alleen. Vertel. Als eerste kreeg Tooske haar scherm te zien. We weten niet wie Tooske verdenkt. Als tweede kreeg Anna de scherm te zien. We weten niet wie Anna verdenkt. Als derde kreeg Rosario zijn scherm te zien. We weten dat hij Jip Tooske verdenkt en nog een beetje ging spreiden. Als vierde kreeg Jeroen zijn scherm te zien. Daar weten we ook niet van wie hij verdenkt. En als vijfde kreeg Jip een scherm te zien en die is afgevallen. Die zat op Justin. Hmm. Van de vier die nog in het spel zitten, heeft alleen Rosario een scherm gekregen. Maar we weten dat is de enige waarvan we weten op wie hij zit. Ja, maar daarover wil ik zo meteen nog in. Daar wil ik zo meteen nog in. Op Jip en Tooske en de rest zouden spreiden, toch? Ja. Ja. Maar daarover wil ik zo meteen nog even inhaken. Giovanni wilde ook wat zeggen, als het goed is. Ja. Wat wil ik zeggen? Ik wil iets zeggen. Oh ja. Sorry. Nee, ik vond wel wat opvallen. Jip zat natuurlijk op Justin. Mm-hmm. Dus
denk dat we Justin kunnen afstrepen, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk het zelf eigenlijk niet. Nee, ik weet het niet. En Tosik heeft rode wijn ingevuld. Ja, en daarover wilde ik inhaken. Dus ik denk dat... Want ik denk dat Toske langzamerhand, zegt ze ook zelf, dat ze nog net niet in een tunnelvisie zit, maar dat ze langzamerhand op Rian aan het invullen is. Nou, moeten we eigenlijk gewoon bij Moltok vragen aan als je een kandidaat ziet, wat is je favoriete drankje? Komen we er snel van wachten? Ja, maar dat mogen ze ook niet zeggen waarschijnlijk. Ja, gewoon je favoriete drankje mag wel zeggen, toch? Ja, maar er is een scène te zien dat ze gaan eten. En ja. Volgens mij bestelt... Oh nee, bij die bar. Volgens mij heeft Rian daar wijn. Weet ik niet zeker, maar volgens mij heeft Rian daar wijn. Zo. Ja, volgens mij ook rode wijn. Witte. Nee, witte. Witte? Witte. Oh. Ik heb al gekeken. Ja, ik had al gekeken. Dronk Anna niet rode wijn? Daar heb ik niet naar gekeken. Ik zat even een beetje naar Rian te kijken wat ze snel drinken. Voor de rest heb ik even weinig even gezien. Ik ga vanavond ook een keer kijken, dus misschien dat ik het nog even kan spotten. Mocht ik iets zien, dan laat ik het weten. Wat ik ook wel raar vind, het stukje dat iedereen, voordat de executie of eliminatie, hoe noemen ze het dit jaar? Eliminatie. Ja. Zei Rick wel heel opvallend, je moet niet alleen weten wat hij doet, maar ook wat hij, weet ik veel, privé dingen. Dus broers of zussen, zei hij heel duidelijk. Hobby en het favoriete gerecht en drankje. Mm-hmm. Ik had het gevoel dat hij er wel echt een nadruk op legde, dus ik vond het wel een beetje raar. Ja, het kan ook zijn dat Tooske gewoon een fout heeft gemaakt, in plaats van rode wijn, witte wijn wilde invoeren, maar niet wist... Welke wijn of zo? Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja. Alle antwoorden kunnen natuurlijk nog wel slaan op de mol, hè? Je kan ook gewoon het verkeerde antwoord hebben ingevuld. Ja. Dat je gewoon specifiek die vraag laat zien. Dus dat hoeft ook niks te zeggen. Maar iets anders, hè? Wat ik opvallende vond, waar de kandidaat op invullen, dat er een patroon begint te vormen. Mm. En dat patroon bedoel ik, wat al vaker voorkomt in Wie is de Mol, denk aan andere jaren. Evron zal op Freesia, geloof ik. Hele lange tijd en Kim Jan. En Fesia en Kim Jan zaten hele lange tijd op één grond. De seizoen daarvoor, Jurre zat op Daniel. Daniel zat op Jurre. Heel vroegtijdig al. En nu vormt zich het duo Kees en Rian. Rian zit op Kees, Kees zit op Rian. Een van die twee kan wel eens heel goed te mond zijn. Ja. En dat is aanvullend met wat jij nou net zei over Tooske. Dat jij mogelijk denkt dat ze opschuift naar Rian, ja, dat maakt misschien Rian weer verdachter hoe lang het Tooske erin blijft. Ja, vond ik wel dat Anna. Rian heel erg Kees zijn, wel echt met een vraagteken. Hij was, ik weet niet of het Kees is, of het hem wel is, of het hem niet is. Wel een beetje heel erg twijfelend. Ja. Ik denk meer dat de productie heeft gezegd van, goh, het zou heel goed kunnen zijn dat Kees waarschijnlijk heel ver geraakt, zeg maar, in het spel. Dus zet er een vraagteken achter voor de zekerheid dat hij misschien afvalt. Ja. Maar ja, het maakt niet uit wat ze zeggen in die biecht. Ze kunnen alles er neergooien wat je wil, zodat wij het geloven. Ja. Maar ik denk dat het is wel... Sorry, het is wel natuurlijk iets om in de gaten te blijven houden. Als ze het de volgende aflevering weer op elkaar zetten... Ja, dan volgt er natuurlijk wel een patroon. En dan kan misschien Rian wel zeggen, ik zit op Kees. En toch een beetje in de hoek van Fons. En een beetje in de hoek van Jeroen. Maar ze noemt toch wel in de naam Kees. En uiteindelijk is dat misschien wel waar ze echt de vraag op instelt. En Kees zegt dat misschien weer Rian, Anna. En toch maar een beetje in de richting van Tooske. Bijvoorbeeld als ze nog in het spel zit. Ja. Dus daar een beetje op letten wat ze gaan doen. Dus de finalisten en welke namen meer naar voren gaat komen, hè? Ja, maar dus de finalisten zijn Tooske, Kees en Rian. Wie weet, of Anna. Of Anna. Want, daarover gesproken, Anna in aflevering 1 maakte zij de test en toen had zij het over kansberekening. En dat kennen wij van onze grote hacker Daniel, die deed ook kansberekening.
Ja, maar Anna is geniaal. Anna is gewoon slim. Ja. Finale. Anna is slim. Nee, maar Anna is gewoon slim, denk ik. Dus die komt sowieso ver. Kees is gewoon geniaal. Rianne is mijn mol, dus dan hoop je dat ze ver komt. Ja. Ja, joh. Hé, hey, maar dan gaan we nu eventjes naar het gedeelte. We gaan mensen afstrepen. Maar ik wil nog één ding zeggen, Tim. Ja. Ja, ik denk, je vergeet die Topito. Oh ja. Ja, die Topito. Maar ik wil nog even één ding zeggen, Tim. Bij de eliminatie vorige keer zat Rian op een roze stoel en de afvaller Babs ook. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Nu, deze aflevering zat Rian op een paarse stoel en afvaller Jip ook. Voor de tweede keer op rij op dezelfde kleurstoel. Al weet ik nou niet of dat echt puur toeval is. En of ze zelf mogen kiezen waar ze gaan zitten. Of Rian dan al als mol zou weten wie er afvalt. Maar ik vond het wel opvallend. Ja, ik vind sowieso de stoelen wel opvallend. Hij is wel leuk. Ja, maar ik vind... Dit vind ik wel leuk, want wat Dinant zei, viel mij wel op dat twee roze stoelen... Daar zaten ze in aflevering 1 op, geloof ik, toch? Was er twee roze, hè? Ja, eerst twee roze en nu twee paarse. Twee paars. Ja, dat vind ik wel opvallend, dit. Het viel mij wel op al dat ze op die kleur roze zaten en Rick aan de kleur roze tafel. Was het nu een paarse tafel waar Rick achter zat? Oeh, dat weet ik niet. Ik kan maar even kijken. Het was toen ook een roze tafel, roze stoel en roze stoel afvaller. Ja, het valt ook wel echt op dat die... Sorry hoor. Maar het valt ook wel erg op dat die kleuren stoelen er ineens zijn. Want die waren er vorig seizoen niet, volgens mij. Nee, het waren van die houten stoelen toen. Ja. Oh, nee, waardoor je heel snel... Blauwe tafel. Rick zit aan blauw. Dat is jammer. Dat is, ja. Maar de stoelen in de gaten houden. Vind ik heel sterk. Die stoelen vormen toch een beetje een regenboogkleur? Ja. Ja, dat zou dat ook, ja. Dan... In. Dat zou dan... Hè, Justin. Dit vind ik dus weer een heerlijke afleiding. Iedereen hoor je dit zeggen. De kleuren stoelen wijzen naar Justin. En dan uiteindelijk zit gewoon de mol samen op de kleur van de afvaller. Die vind ik leuker. Jullie zitten eronder. Maar hoe ga je dat doen als mol? Dat is toch moeilijk? Hoezo? Jij weet ook wie afvalt, Tim. Dat weet Rick op dat moment ook als ze naar die stoelen te lopen. Dus maar stel. Je loopt aan met de hele groep, ja? De afvaller die is vooraan en jij bent als mol een beetje achteraan. De afvaller gaat zitten en vervolgens gaat iemand anders op die stoel zitten. Dan is dat hele hint is weg. Nou dat jij dit zegt. Heeft iemand dan naar gekeken wie aanstuurt om naar welke stoel te gaan? Nee. Nou, volgens mij lopen ze gewoon in twee rijen. En dan één rij naar de voorste en de andere rij loopt naar de achterste. Ja, misschien dat stel. Dat is met productie. Ja, dat zou kunnen. Ja, of iemand stuurt aan om naar een bepaalde stoel te gaan. Van ga even voor, weet je wel, en ik wil op die paarse zitten. Dat, shot. Ja, dat zou dat is verdacht. Als iemand dat zou doen. En het zou dan ook nog kloppen met de afvaller. Dan zou ik het verdacht doen, ja. Beetje opletten daarop, denk ik. Mm-hmm. Ja. Maar goed gespot, Pingan. Ja. Ja. Ik kreeg hem wel doorgestuurd trouwens. Ik zal wel even kijken van wie hij is, even shout-out geven. Maar ik heb niet helemaal zelf bedacht. Maar wel gezien dat hij de tweede keer ook klopte. In ieder geval heel mooi. Zullen wij dan even wat kandidaten gaan afstrepen? Durven wij dat? Ik wil nog één hint zeggen. En die las ik van jou op de groepsapp. De groepsfoto. Ook even opletten. Groepsfoto 1 stond Rian vooraan. Groepsfoto 2 staat ze op tweede plek. Groepsfoto 3 staat ze daar op derde plek. Groepsfoto 4 staat ze daar op vierde plek. Dan wordt het een patroon natuurlijk. Ja. Maar dat kan maar bijvoorbeeld 5 keer. En dan is het weer een aantal afleveringen klaar. Maar ik denk... Eigenlijk dat ze daar niet te veel moeten achterzoeken. Maar dat Rian... Want iedereen stond op dezelfde plek, behalve Rian. Die stond natuurlijk naast Babs, maar Babs was afgevallen. Dus ik denk dat Rian daar eigenlijk een plekje is opgeschoven. Ja, ook logisch. Ja, dat zou ook heel logisch zijn. Ja, logisch. Ja, ook logisch.
Dan gaan we nu naar het afstreeprondje. Oh jee, afstrepen. Kandidaat nummer 1. Anna Chimperer. Ja, ik wil Anna heel graag afstrepen. Ze wordt zo verdacht, terwijl in mijn ogen is het echt totaal geen mol. Nee. Maar ik twijfel door 1 hint en dat is die birthday ballonnen. Ja, dat is de enige twijfel ook, maar voor de rest... Maar voor de rest strepen we hem af. Ik denk dat we haar kunnen afstrepen. Alle 4. Ja. Zo, wij durven. Is er ooit een mol gelekt? Moeilijk, nee. Oké, ben je er al. Anna Gimbrere is geen mol. Nee, Anna is het niet. En ze reageerde op mijn DM daarop. Ik denk ook en dan erbij, weet je, even in de aflevering gezien, buiten die spoiler om. Wat ik nog steeds blijf zeggen in aflevering 1, toen zij kreeg te horen van de waarzegster, dat de mol had meegekeken en had meegezocht, keek ze in één keer om de schouder zo. Mm-hmm. En ze was gelijk aan het zoeken. Dus ja. Dat is kandidaat. Ja. Dan zag ik ze heel even laten gaan. En daarom denk ik Anna Streep. Anna Streep ook. Ja. Ja. Dan gaan we naar kandidaat nummer 2. En dat is Babs. Fons. 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 Ja, Babs was Streep. Makkelijk. Babs was Streep. Nee, Fons. Fons zou het kunnen zijn, maar nee. Ik denk het nog niet. Ik zou hem nog niet direct afstrepen. Ik wel. Ja? Ja. Puur door die witte helm, Maxi. Ja. Ja, want ik vind dat echt heel kandidaats. En in die eerste opdracht met de Olympische Spelen probeert hij het ook heel goed te doen. Dus ja, nee, ik heb niet heel veel aan te merken op Fons. Nee. Ja, dat is. Maar ik zou hem nog wel in de gaten gaan houden. Ja, maar ik streep hem wel af. Ja? Nee. Ja. Ja. Ik durf het ook. Oké. Okay. Hebben we daarna Jeroen? Jeroen streep ik niet af. Nee? Nee, Jeroen streep ik echt niet af. Jeroen vind ik echt een sluwe. Maar Jeroen die heeft echt in opdracht in de Olympische Spelen heeft hij echt niks kunnen doen. Jawel. Ook al ging dat natuurlijk wel echt sowieso al mis. Hij had kunnen rennen en proberen een envelop weg te gooien of zo. Dat had hij kunnen proberen. Maar dat valt ook op als je het gaat weggooien. Ja. Degene voor je die gaat dat sowieso merken, dus dat heeft niet. Of de mol heeft gewoon dit seizoen heel veel ongeluk. Dat kan ook. Dat kan ook. Of de mol weet nog steeds dat er een veiling aankomt en dat hij gewoon de eerste 2-3 afleveringen gewoon helemaal niks doet. Ja, dan moet je gewoon moet mollen. Je moet niet afwachten tot de veiling en dan pas veel gaan doen. Nee. Maar je weet het niet. Kan altijd. Ja, het kan wel, maar ja, zou ik toch wel een minder leuke mol vinden dan. Nou, we houden in ieder geval Jeroen nog even in de gaten. Die strepen we nog niet af. Tenminste, ik dan. Nee, ik ook niet. Ja. En wie hebben we dan? Ik ga hem doorstrepen, Jeroen. Ik durf het. Dus bij Jeroen, ja, ik ga hem denk ik ook wel, ja, nog niet doorstrepen, maar... Ja, kijk, ik vind Jeroen een beetje een Remco Veldhuis. Ja. Nee, dat is een rare vraag. Nee, trouwens, ik vind Jeroen meer een... een beetje een Nabil-achtig. Een beetje een mix van Nabil en Remco Veldhuis, snap je? Ja. Ah, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik zie hem nauwelijks in beeld, dus. Ja, we zien hem ook wel heel weinig. Ja, maar ik snap niet waarom. Ik ook niet. Ja, omdat hij misschien nog genoeg beeldtijd krijgt. Dus dat hij nog wel eventjes in het spel blijft. Ik denk ook wel dat hij nog wel even blijft. Want wat ik denk is dat Kees en Jeroen een bondje zijn. 100%. Ze spelen samen. Maar ik denk niet dat Jeroen de finale gaat halen. Ik denk het ook niet. Nee, want daar is Kees te slim voor. Maar ja, dan steken dus we toch gewoon Jeroen zijn, af. Ja, maar als ze een bondje zijn, hè, waarom ik zeg, daar is Kees te slim voor. Kees oppert Jeroen. Met verdenkingen. Ik denk niet dat Kees helemaal eerlijk zou zijn. Ik denk dat hij daar wel mee kan spelen met Jeroen. Dat zag je ook wel tijdens dat ze eerlijk moesten zijn met die onderhandelingen in aflevering 1. Jeroen wil gewoon door de man.
Ja. Waarom zou je een bondje bent met elkaar gaan zitten in een opdracht? Ja, dat is dom. Dat is niet geschikt inderdaad. Maar yeah. Voor nu ja, dan maakt het maakt het uit met deze opdracht dat je... Ja, oké. Die laatste opdracht. Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Die laatste opdracht natuurlijk ook bij elkaar. Ja, dus dat is helemaal niet handig. En de eerste opdracht ook. Dus we strepen Jeroen af. Is het bondje dan misschien... Is het misschien het bondje dat ontstaan is daar tijdens die laatste opdracht? Want daar zag je wel dat er iets klikte tussen die twee, dat ze lagen, hoor. Ze waren ook veel samen toen. Ja, veel samen dingen doen, overleggen met elkaar. Het kan zijn dat ze nu... Samen naar de dames toe. Ja, het zou kunnen dat ze nu een bondje zijn, dat kan. Ja. Maar we strepen Jeroen af. Ja. Dan hebben we Justin. Ja. Ik persoonlijk zeg, ik streep Justin af. Ja, ik streep hem af. Ja, ik niet. Dat 205. Waarom niet, Gio? Ik weet het niet. Gewoon een spoedertje of zo. Kijk. Nou, ik weet niet. Ik snap. Ik vond hem heel snel wijzen naar de eerste opdracht. Ja. Terwijl hij zelf ook heel veel chaos veroorzaakte. Ja. Ja, het kan een beetje naar andere wijze van... Ja, is het echt dit, dat, ze zo? Nee. Ik streep niet. Je vindt het wel echt heel fel, natuurlijk. Maar dat hebben we gezien dat kan als mol zijnde. Ja. Want ik weet nog hoe Jurre reageerde op zooi. Ja. Dat ja. We wel een beetje meer naar te moeten luisteren. Maar... Kijk, ik snap Gio wel. En mijn enige twijfel bij Justin ligt meer bij dat hij een drag queen is. En dus heel makkelijk zichzelf... kan sminken of omtoveren tot een heel ander personage, zeg maar. Om het op die manier te zeggen. Maar dat wil misschien de regie ook laten denken. Ja. Dat kan, zeker waar. Zeker. Maar dat zou wel een twijfelpunt kunnen zijn aan Justin. Ja. Maar ik streep hem wel af. Hij biegt denk ik te veel nu voor een mol zijnde. Ja, maar want je weet het nooit. Zelfs bij die 250 euro is hij ook weer heel veel aan het biechten geweest met die opdracht, heel veel. Mm-hmm. Zelfs wie jij verdenkt het in de test, volgens mij ook. Ja, ook wie jij met de test verdenkt. Ja, ja. Dus daar zit ik een beetje aan te twijfelen. Oké. Okay. Maar ja, misschien dat dat daarna opgenomen is. Ja. Ja, oké. Okay. Dan erbij... In aflevering 2, risico nemen voor 250 euro. Nee. Ja, nee. Maar ja, dat deed Jeroen natuurlijk ook in het jubileumseizoen. Ja. Nou, laten Justin even... Enige houvast voor mensen die natuurlijk in de tunnel zitten. Wat die hand nou zit. Mm-hmm. Dat het is al een keer gebeurd, dus waarom niet? Dus Gio? Nee. Maar dan gaan we nu naar de volgende en dat is... Kees. Cheese van de bacon. Kees streep ik niet af. Nee. Ik wel. Ja? Ja, ik... Ja. Ik zit gewoon... In mijn hoofd zit ik gewoon dat het dit jaar een vrouw moet zijn. Gewoon omdat het staat nu 13, 11 en de afgelopen 10 jaar is volgens mij wel echt 7 keer een man geweest. Mm-hmm. Dus in mijn hoofd moet er nou een vrouw zijn. Het slaat natuurlijk eigenlijk echt helemaal nergens op. Maar... Ja, maar uiteindelijk maakt het niet heel veel uit, want een mol is gewoon een mol. Dat Kijk. Klopt. Het is gewoon een persoon, hè. De productie selecteert een paar kandidaten en vindt daarin de beste molpersoon. En diegene gaat gewoon de mol spelen. Kijk, mijn twijfelpunt bij Kees ligt een beetje bij dat hij gewoon een beetje domme acties uitvoert, zoals achter Rian en Babs aanlopen. Terwijl je als mol heel goed weet hoe de opdracht verloopt. Ja. Dus waarom moet jij zelf teruggeroepen worden als mol zijnde door andere kandidaten, omdat je zelf de opdracht niet snapt? Dat vind ik wel echt een twijfelpunt aan Kees, om te zeggen, goh, Kees streep ik ook af. Ja. En niet te vergeten denk ik, Kees stond aflevering 1, sleutelpositie. Aflevering 2, sleutelpositie. Bij het hardlopen,
staat sleutelpositie door tweede bij de briefjes te komen. Er komt verwarring bij de briefjes. Opdracht gigantisch mislukt. De pest daar die opdracht. Maar de andere opdracht. Hij gaat in een rol. Wat moeten we doen? Dit, zus, zo. Ik denk dat hij het meeste van alle kandidaten van hun veren heeft gebruikt. Weet je al wat? Wat gaan we doen? Dit, dat. Hij kroop helemaal in die onderzoekingsrol. En ja, kan ik Kees daardoor doorstrepen? Nee, zeker niet. Kees kan echt een mol zijn. Mm-hmm. Maar ik vind hem ook zeker. Zo voor de hand liggen. Omdat hij gewoon te bekend is. Maar juist daarom streepte ik hem ook af, hè? Precies wat jij nou zegt. Maar juist daarom kan het weer een laag dieper zijn. En doen de makers het expres wel. Ja. Ja. Maar ja, ik denk het niet. Maar ja, ik durf hem niet af te strepen. Nee. Maar ja, dat is ook om... Kees gaat lang in het spel blijven. Dat is wel duidelijk, want anders zitten wij ook niet zo te praten. Maar in ieder geval, kortom, Kees is voor mij en voor Arjan dus nog geen afgestreepte kandidaat of mol. En voor jullie wel. Maar ik weet niet of hij als niet-mol per se heel ver komt. Dat zou je natuurlijk wel direct van hem verwachten. Maar hij heeft natuurlijk, als hij zijn programma maakt, heeft hij ook een heel team. Ja, ja. Daar zit ik een beetje dan mee te twijfelen. Ja. Maar ja. Volgende kandidaat. En soms zou je moeten bedenken, wie zou jij zelf mol maken? Want als ik zo zou kijken, zou ik niet direct uit deze groep Kees de mol maken. Maar misschien, dat denken andere mensen dan ook weer. Ja, dus dan zou het wel zijn. Volgende kandidaat. Tien hand. Ja. Volgende kandidaat. Kees, ik weet het gewoon niet. Volgende kandidaat. Rian. Rian is de mol, die schreef je niet af. Nee, Rian schreef hem niet af. Toch? Nee. Jij Rian af, Gio? Nee. Maar dat weten we allemaal waarom. Dus volgende kandidaat. Rosario. Die durft hem nog niet af te strepen. Nee, Rosario is een enge, zeg maar. Ja. Bijna geen bult is lastig te peilen. Ja, en doet toch nog wel stoute dingen. Zeg, stoute dingen. Domme dingen. Nee. Hij heeft ongeveer net zoveel in die hele aflevering gepraat als ik vorig jaar in de podcast. Ja. Dus dat is echt best wel weinig. Maar ja. Echt best wel weinig gewoon. Ik heb hem gewoon nog niet gehoord. Volgende kandidaat. Tooske. Dat is zo. Sorry. Rosario typt ook natuurlijk in opdracht bij de bergbeklimmen natuurlijk een foutieve antwoord in. Terwijl hij weet dat dit nog naar hem komt. Dat vind ik een wel verdachte actie van hem, mocht hij de mol zijn. Maar hij had het ook kunnen doorspelen naar Jip. En als Jip het niet wist, dan was het 2,50 uitgegaan. Ja. Ja. Ja, dan had je wel het risico genomen dat Jip het wel wist natuurlijk. Dat vind ik ook wel een hele goede gedachte, Jan. Ja. Dus dat is, daar vind ik het een beetje moeilijk met die opdracht natuurlijk. Ja, vind ik een goede gedachte. Zeker weten. Hey, Dinant. Volgende kandidaat. Iets anders. Rosario streep ik door. Ja? Ja. Oh. Dat had ik al vooraf gedaan. Ja. Gewoon een gevoel. Dat ik hem niet als mol zie. Nee, ja, mijn gevoel zegt ook dat hij niet de mol is. Maar het is meer van... De makers maken hem... Verdacht, om het maar zo te zeggen. Nou, niet eens. Wat bedoel je niet eens? Nou ja, ik heb niet het gevoel dat ik die aflevering heb gekeken. Ik heb hem vandaag nog even teruggekeken en bij iedereen wat opgeschreven. En bij Rosario heb ik gewoon bij alle tweede opdrachten geschreven weinig tot niet in beeld. Ja, maar je hoort hem ook niet veel. Kan wel. En als je online kijkt, er wordt heel weinig gesproken over Rosario, hoor. Ja, hij staat Rian... ook echt maar 10% in de app. Als je Rian zegt tegen een molloot, weet je gelijk wie Rian is. Als jij nu Rosario gaat roepen, dan hebben we mensen een iets mindere, zeg maar, indruk van hem gekregen. Ik ken hem op de groepsfoto ook bijna niet meer trouwens. Helemaal anders. Maar dat is ook de reden dat ik hem streep, hè. Rosario had ik wel meer van verwacht. Fantastieke kandidaat, wel slim. Hij is doof.
is toch in de muziek vergekomen. Ik had van hem denk ik meer verwacht. Ik ken hem totaal niet. Maar ja, hij is een beetje terughoudend. En ja, als mol zou ik dat leuk vinden. Als hij de mol dan zou zijn, dan volg ik liever mijn gevoel. En heb ik liever een aanwezige mol, die een beetje lekker in de groep ligt. En die een beetje met de groep aan het rammelen is. Ja, dat vind ik leuker. Mm-hmm. Ja, een beetje een Suzanne Visser eigenlijk. Ja. Ja, ook nee. Ja, dat is weer te... Een beetje Jan Versteeg vind ik leuk hoor. Vind ik echt veel leuker. Jan Versteeg vind ik echt een leuke mol. Echt leuk. Sowieso, ja. Is ik een mol hoor. Lekker fanatiek, lekker meedoen met de groep. Lekker doen of dat je kandidaat bent. Want tussentijd, jongen, ja, je naait gewoon iedereen waar ze bij staan. En dat vind ik leuk. Dus Arjan streept Rosario af. En wij strepen Rosario nog niet af. Ik nog niet, nee. Nee, ik ook niet. Tooske. Ook niet. Tooske, die vind ik... Het is gewoon een wensmol eigenlijk. Nee, Tooske. Ik zou het heel leuk vinden als zij het is. Ja. Al heeft Tooske zij streep ik ook niet af. Dat natuurlijk echt bijna niks kunnen doen. Klopt, maar Tooske streep ik inderdaad ook niet af. Ik had het eerst... Oh, sorry, ga maar, Giovanni. Door de eerste opdracht, gewoon dat haar hele beeld was laten zien. En dat ze op zoek ging naar een echte paraplu. Ja. Ik denk, dat iedereen had ze wel door dat ze moesten kijken naar, naar die kaartjes. Ja. En zij was dus enige echt op zoek naar een paraplu. Maar ja, ja. Ja, ik denk als mol zijnde, ja, nee. Ik denk niet. En ik denk... Het een beetje dom doen natuurlijk. Voor de productie om gewoon kleine stukjes van de opdracht te laten zien hoe zij het heeft gedaan. Mm-hmm. Als einde. In plaats van dat je de mol helemaal volgt tijdens die opdracht. Maar het kan natuurlijk zo zijn. De mol is natuurlijk sowieso als eerste geweest. Dat moet wel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze denken, ja, die is als eerste geweest. Laten we die als eerste in de montage doen. Maar dat kunnen we gewoon niet weten. Nee, dat kunnen we inderdaad niet weten. Maar ik denk dat bij elke kandidaat datzelfde shot is gemaakt als bij Tooske. Die zetten daar gewoon een camera neer. Dan loopt de kandidaat er zo langs. Wel allemaal camera's. Maar wat vinden jullie... Wat vinden jullie dan van Tooske's reactie na de laatste opdracht? Nou, een beetje jurk toen hij die finale opdracht had gewonnen, zeg maar. Juist. Ik wil daar even naartoe. Want... Ik vind het wel belangrijk, want daar, ik had Tooske afgeschreven hiervoor. En, maar door dit, Tooske, bij mij weer naar boven gegaan. Want dit was overacted. Dit was... Nee, Rick, nee. Kandidaat Rick, afgeschreven. Wat zeg je nou? Ja. Rick, wat zeg je nou? Ik was helemaal verbaasd. Wat zeg je nou? In 2022, toen stonden er, bij de opdracht af te hoeven met Evelyn was er toen, stond er een tip op het molgeld. En toen reageerde Glenn Faria ook wel een beetje zo. En die was gewoon kandidaat. Ja, dus jij denkt dat dit gewoon Tooske is. Die is zo overenthousiast. En die doet dit gewoon zo. Ja, het zou natuurlijk allebei kunnen. Ik denk het wel. Zo'n enthousiaste persoon van zichzelf. Ja. Zou ik wel prettig vinden. Want dan kan je ze wel weer afstrepen. Want dan, ze gaat wel met Justin mee. En als mol komt dan je echt niet uit wat Justin daar doet op de kamer. Dus ja, ze speelt dat wel weer goed uit. En is zij dan zo'n goede acteur? Of actrice? Nee, ik denk dat niet, hoor. Nee. Geloof ik niet. Als ze dat zo kan spelen. Maar ja, als ze het kan spelen, geniaal natuurlijk alles. Naar die paraplu op zoek. In plaats van de torpedo naar die ketting grijpen, begreep ik. Dus ze was twee keer dom in die opdracht. Ja, dan speelt ze dat natuurlijk geniaal allemaal. Ja. Hey, Dierand. Ja. Hebben we nog meer kandidaten, of niet? Nee, dat waren ze. Rian. Oh, oké. Okay. Rian. Nee, Rian hebben we al gehad, Arjan. Oh, hebben die al gehad? Ja, al lang. Ja. De vergadering gaat zo aflopen. Dus we moeten een nieuwe. Ja, we moeten nog één nieuwe. Jip? Hebben we Jip gehad? Oh nee, die was er niet meer. Die is er weg, hè? Tim? Nou... Dat is gemeen, Arjan. Oh, sorry. Nou, die krijg ik volgende week terug. Nou, dan mag ik hopen dat ik...
Ik zie het ook zo voor me dat ineens, omdat ik het wil, dat Jip terugkomt en uiteindelijk ook nog mol kan zijn. Dat zou echt geniaal zijn. Dat zou ik vinden als hij mol is. Ik zou het echt oprecht echt wel een keer grappig vinden gewoon. Hey, Giovanni, wie is jouw mol? Oeh, ja, ik Eén moet iemand. Eén iemand. Ja, één iemand. Ik zat natuurlijk helemaal zo wat in de Jip-tunnel. Zo wat, hè? Ik stond er half in, maar lastig. Ik zeg Justin. Zo. Oké. Ja. Oké. Ja, lastig. En Tim, wie heeft vorige keer gezegd? Wat? Wie heeft Kim vorige keer als mol genoemd? Kim Anna, zei... Anna, dacht ik. Ja, nou, Anna is het. Dat ga ik weken niet met Kim. Ik volg haar ook al niet trouwens, maar... Vorig jaar had ze het goed. Ja. En wij niet. Nee. Wie denk jij dat de mol is, Tim? Ik ga voor... Kijk, weet je, als ik zo terugkijk en zo, dan blijft er eigenlijk nog maar echt één optie over. Oh jee, je gaat toch niet Rian zeggen? Ja, maar wel, Rian. Want ja, ja bij ik dat, wilde het bij de, zeggen. Bij het lijstje wat wij hebben opgenoemd van dit strepen we af, die strepen we af, die strepen we af. Daar krijg je eigenlijk alleen Rian en Tooske een beetje uit. En voor, nou ja, voor Giovanni natuurlijk anderen, maar voor Giovanni Justin. Maar Giovanni is een heel ander onderwerp in deze podcast. Nee. Wat dan weer? Nou, het is echt gewoon weer Giovanni. Gemeen zijn. Gio, die maakt hier ook tijd voor, hè? Maak hier allemaal tijd voor die maken. Ik heb ook gewoon een verjaardag, hè? Ja. Oh ja. Het was nog 10 minuten, hè? Het was nog 10 minuten. Half 10 moest hij weg, het is nu 10:30. Half 10 opnemen. Het is nu 10:30. En wie denk jij dan, Arjan? Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Mijn naam zegt het al. Haal de aarde vanaf. En je hebt Rian staan. Rian. Dus, ja. Ja, dus Rian is de mol. Dus dit is ook gelijk de beste hint van het seizoen. Jullie hadden het al kunnen weten. Mijn Instagram is natuurlijk wel mollenjagers. Maar ik heet Arjan. En ja, haal de aarde vanaf. En je hebt Rian. Hey Arjan. Arjan. Het seizoen staat ergens mollenjagers en dan min en dan de hoofdletter A. Is dat Rian? Ja, dat is maar klaar. Maar dit heeft Rick, de regisseur, expres gedaan omdat hij zoveel houdt van Arjans post. Heeft hij expres deze impressie gestopt? Mijn naam gewoon bijna in het programma. Ja. En ik heb ook al een paar keer de A gespot, hè, deze aflevering. Dus ja, dat is die A die we ervoor moeten zetten. En dan staat er Arjan natuurlijk weer. Dus zelfs ik kwam voor in de aflevering. Was ik wel blij mee. Dus jij bent de mol. Eigenlijk is nee, Arjan... Nee. Ik maar, nee, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Rian is de mol. Ja. Ja, ik zit op Rian en ik hoop... Nou ja, mijn punten die zitten nu het meest op Tooske. Alleen, ja, ik mis gewoon hints. Soms zitten ze op niet zo hele goede posities. Maar ik zou het zo leuk vinden als we dan in aflevering 10 alles te zien krijgen wat zij dan heeft gedaan. Ja, helemaal niks. Maar ik vind het wel eng dat er 3 personen uit deze podcast dezelfde mol opnoemen. Ja. En weer één iemand iets anders. Kim had vorig jaar luister. En onthoud mee, we zaten ook nog met deze 3 op Daniel. Ja. Dat is wel gevaarlijk. Ja. Ja, ik twijfel eigenlijk, want ik wou eigenlijk ook wel Rian. Ik wou Rian zeggen, maar ik denk Justin. Maar ik denk ook Rian. Ja, we gaan naar alle 4 Rian, het zal toch niet? Nee. Waar is Kim als je er nodig hebt? Het is Anna. Moeten we alleen maar onze mol noemen, of mogen we ook nog een andere noemen? Ja, het mag wel, alleen ik heb heel erg medelijden met de editor. Gewoon doen. Want dan noem ik nummer 2 Kees en 3 Tooske. Kees en Tooske.
Ik heb op 1 Dantoske, 2 Rian en 3 Rosario. Ik hou het bij Jip, Justin en Rian. Ik hou het... ik hou het bij Babs. Nee. Babs, Jip. Ja, Bab, Jip. Bab, Jip en Justin, de volgende afvaller. Nee, maar... Ja, nou, dat zou wel zijn, hoor. Nou, Justin gaat nog even niet afvallen, mag ik hopen. Want anders zit ik hier voor keer. Nee, ik denk het ook niet. Justin is heel slim. Maar ik ga voor Rian nummer 1. Nummer 2 is dan... Tooske. En nummer 3 is dan Kees. Kees, oké. En Dinant? Of hadden we die al gehoord? Ja, maar ik had al, maar ik had op 1 Tooske, voordat je het gemist hebt. 1 Tooske, 2 Rian, 3 Rosario. Alleen, Rosario hebben we natuurlijk gewoon echt nog weinig tot niet gezien. Mm-hmm. Ja. Klopt. Nou jongens. En ook trouwens, dat ben ik net vergeten te zeggen bij opdracht 2, dat laten we hier wel even in. Zullen we nog oud-kandidaten weer terugzien in het seizoen? Want we hebben natuurlijk in deze aflevering met die podcast hebben we Daniel, Aniek, Ellie en Thomas gehoord. Zullen we dit seizoen in het theater bijvoorbeeld Ron nog zien of zo? Nee, denk ik dat niet, alsjeblieft. Ik denk dat we wel één oud-kandidaat hebben. Ik denk... Ik hoop het wel. Als er oud-kandidaat wordt gekomen, dan uit seizoen 8. Ja. En Ron die komt sowieso niet terug, want Ron zit in de podcast van de Telegraaf, dus op zich... Ja, dat is zo. Maar we gaan... En Ron weer terug. Ron weer terug. Nee. Ja, nee, maar... Wordt te veel. Te veel, Ron. Nee, maar dan gaan we hem afsluiten, de podcast. Maar ik ben ook wel benieuwd wie de luisteraars denken dat de mol is. Nee, wat Dinant inderdaad zegt... Laat vooral in de poll weten, in Spotify kan dat... wie de mol is... Of in welk groepje de mol zat, als iets beter. Want zoveel opties heeft dit poll niet. En in de reacties kan je op YouTube zetten wie jouw mol is. En dan gaan wij daar even volgende week goed naar kijken in de volgende ProCast aflevering. Dan wil ik Arjan, Giovanni en Dinant nu heel erg bedanken weer voor deze podcast. Ja, bedankt dat we er mochten zijn, hè. Dank u. En dan wil ik jullie, de kijkers en de luisteraars, uiteraard ook bedanken voor het kijken en luisteren naar de podcast. En wat zeggen we dan, jongens? Houdoe. Doe. Joejoe. Laters, natuurlijk. Laters, ja. dat waren lange 7 minuten. Deze podcast was net zo... Nou, nu heb je 2 uur lang aan beeldmateriaal, Tim. Succes. Zit Arjan weer bij muizen? Zit Arjan weer muizen? Ja. Nee, ja. Arjan zit weer te... Haaien. Haaien. Jongens, ik heb trouwens echt toen die bad eens in beeld kwam... Ik ben echt op de bank, ben ik nog net niet gaan janken. Ik vond het echt... Ja, ik ook. Bad een. Ik, het, wat ik, was het eerste wat ik opschreef?